Finn, we moeten hem laten gaan. Hou je bek, Milo. Finn. Woest draait Finn zich om. Ik zei, hou je bek. Zijn ogen staan kil en zenuwachtig kijk ik om me heen. Bijna opgelucht dat hij zijn aandacht weer richt op dat zielige hoopje mens dat op de grond voor hem ligt. Welkom bij weer een nieuwe boekvlog. Vandaag gaan we het hebben over het boek Moordvrienden van Natasha Tardio. Stel je eens voor, je komt op een doodnormale dag op school en je ziet dat er 3 leerlingen en een docent neergeschoten worden. Zo'n gebeurtenis vindt er plaats in het boek Moordvrienden. Maar hoe heeft het allemaal zo ver kunnen komen? Finn en Milo, 2 heel verschillende karakters, die ontwikkelen een beetje vreemde vriendschap. Hoe kan het dat een normale jongen als Milo bevriend raakt met Finn, die op zijn zachtst gezegd geen lievertje is? Het is van ook die 15-jarige Finn die 3 leerlingen en een docent op zijn school neerschiet. Daarna pleegt hij zelfmoord. Zijn beste vriend Milo was erbij, maar het lijkt erop dat hij niks met deze gebeurtenissen te maken heeft. Lukt het de politie om alle feiten boven tafel te krijgen? Of wordt er iets vergeten? Ben jij ook zo nieuwsgierig? Lees het dan!